uitputting is de moederzwaan van het Wiegensmeer te veel geworden. Deze week overleed ze. Haar 3 jongen en 1 ei dat nog niet uitgekomen was, zijn door de dierenambulance Nijmegen opgehaald. Paul Deuning, beheerder van het opvangcentrum, vertelt hoe het nu gaat met de jonge zwaantjes. Een aantal weken geleden is een wiegende zwaan doodgebeten. En dat bleek vader van een koppel te zijn. Moeder zat nog op het nest en moest sindsdien zelf de eieren uitbroeden. Vaak helpen ze elkaar. Waardoor ze dus eigenlijk heel erg uitgeput is geraakt en uiteindelijk overleden is. De jonge pullen, zoals ze dat noemen, die zitten nu bij ons in de opvang. Worden gevoerd en grootgebracht. En uiteindelijk, als ze volwassen zijn en weer de wijde wereld in kunnen, gaan we ze daar ook, als het kan, met de zwanen die er zitten, weer uitzetten. We zijn nu 3 dagen verder en in het begin was het vrij kritiek, omdat ze waren natuurlijk net geboren en normaal geeft moeder ze af en toe een duwtje van het water in, een stukje zwemmen, het water weer uit. Dat hadden ze nu niet, maar ze lopen nu goed, ze eten goed, ze zijn actief, badderen graag, dus het gaat goed. Ja, uit,